Westland Staatsmuseum, onze nieuwe locatie. Een geweldige locatie. Met grote complimenten aan Gerrit van der Hout, die dat ze voor ons beschikbaar heeft gesteld. En we zijn blij dat we met elkaar hier zo de opening mogen verrichten. En het enthousiasme van jou inspireert ook ons om enthousiast te zijn. Dus een bijzonder woord van welkom aan jou gericht en ook aan je vrouw. Nou, is dat ook hoor. Verder, goed meneer Dam, heb ik je al gezien? Nog niet. Oké, je had ik ook nog de familie van de Voort, zeg maar, aanwezig zijn. Ja? Bijzonder woord van welkom aan onze wethouder, Sarah Dronkhout. Fijn dat je er bent, geweldig. Ik zal je straks ook bereid een woord geven om enkele woorden tot ons te spreken. En dan verder natuurlijk de schoonzus Kobi. Van harte welkom als echtgenoot van Jan. En jij gaat vanmiddag de officiële opening verrichten. En fijn dat je dat dit moment op mee mag maken. En zoveel jaren nadat Jan al is overleden. Maar geweldig dat je hier bent en dat je straks de opening mag gaan verrichten. Ik heb een spiekbriefje al klaar. Ja. Ja. De sponsoren los van de bonnet. Dat is lekker. Daar heb ik daar nog niemand van gezien. Fonds 1818 zou iets verhinderen, maar die weet in ieder geval ook. Ben Soucevic ook niet, die is heeft een verder gesponsord en zo, die heb ik ook nog niet gezien. En verder is, ja, alle vrijwilligers natuurlijk, maar toch wel speciaal Carini en Hans. Van harte welkom, fijn dat jullie er zijn als vertegenwoordigers van de van alle vrijwilligers die straks komen. Maar wat een complimenten kunnen we jullie geven. Geweldig wat er allemaal niet is gedaan hier in het museum. Voortreffelijk. Elke keer stond ik weer versteld van welke appjes ik weer kreeg en waar ze nu weer aan dachten. En voortreffelijk. Nou, warm applaus zou er op. Nou, straks zal ik straks als alle vrijwilligers te zijn nog wel eventjes het woord tot jullie richting. Nou, mijn medebestuursleden die hard hebben gewerkt. Henk, Tom, Leo en Kobi. Die heel hard hebben gewerkt om hier het museum zo in orde te maken samen met de vrijwilligers. En ik heb me een beetje op afstand gehouden, ik had geen tijd. En ik heb me steeds volgehouden tot ik geen tijd had, komt ook bij. Maar goed, we hebben gedelegeerd, zullen we maar denken. Dus bedankt voor jullie. Ben je heel goed, Nico. Ja, oké, gelukkig. Daarom heb je ook. Maar nou, heel veel dank. Nou, welkom de bevriende musea, zo doe ik. En Westland Museum, Westland Staatsmuseum, zeg maar. Ja. Ik ben de timmerwerk ook aanwezig is, maar ja. Fijn dat je er ook bent. Ja, natuurlijk is de timmerwerk ook aanwezig, hebben ze gezien. Dus, nou, dankbaar nogmaals voor Gerrit van der Hout. Een fantastische actie door ons te bellen en uiteindelijk toch te zorgen dat we hier kunnen zijn. En nou, straks gaat Kobi het officieel het lint doorknippen, maar dat is zo meteen. En ik wil graag met de Rombout voorgeven om even kort tot woord op ons te geven. Kunst en cultuur. Ja, Westland is toch een beetje schaatsland. Daarom ook de WRS genoemd. Zodra er een beetje ijs ligt, zijn de mensen aan het schaatsen. Zelf ben ik niet zo'n schaatser, maar ik heb wel een beroemde neef in de schaatsfamilie die oma Baren tegen me moet zeggen. Ja, daar ben je toch wel trots op. Dat is Frank Vreugdereel, de marathonschaatser. Oh ja. Die komt uit de Lier. Nou, het schaatsbedrijf ken ik best wel lang. Want mijn schoonouders zijn wel helemaal gek van schaatsen, dus die hebben een keer een zoveeljarige bruiloft in het schaatsmuseum gevierd, wat toch een vliegboerderij is dan. Dus daar heb ik ook kennis gemaakt met het museum. Helaas een brand en moeten verhuizen. Nou ja, nu weer een heel mooie stek. Ja, en ik denk dat Westlanders hebben schaatsen wel een beetje in het bloed zitten. Dit museum is qua locatie natuurlijk een prachtige locatie. Je kan er makkelijk komen, je kan er parkeren. We moeten toch een beetje promoten met z'n allen. Dat mensen dat toch ook een beetje in ere houden. En het is weer, het past weer in de mooie stappen die we allemaal aan het doen zijn met de tuin, het Westlands Museum, de Timmerwerf. Nou ja, nu weer een mooie plek voor jullie. En ik wens jullie heel veel geluk en succes en heel veel publiek. Heel dankbaar. Ik wil er even ook een woordje zeggen. Jan was vanaf 1956 al een groot verzamelaar van schaatsen. Hij begon met vrijwilligers een schaatsmuseum op te bouwen in de boerderij aan de burgemeester Elzenweg. Dit museum werd geopend in november 2004 en ik kwam als vrijwilliger in het museum helpen. Helaas, Jan werd ziek en in 2004 heeft hij maar kort van zijn grote droom kunnen genieten. Na een grote brand in 2009 moesten wij het pand verlaten.
en zijn wij een zwervend bestaan gaan leiden met overal kleine exposities. Ook in de Lier konden we maar een paar jaar blijven. En moesten we in mei 2022 ook daar het pand verlaten. Wat een grote teleurstelling. Gelukkig vonden we een nieuw onderkomen en werd ons pand aangeboden door de heer Van der Hout op deze mooie plek. Ik moet zeggen, voor ik aan dit avontuur begon, had ik sterk mijn twijfels of ik hier wel verder mee wilde. Ja, ik ben tenslotte ook geen 20 meer. Maar deze locatie nam al mijn twijfels weg. En werd en word ik steeds enthousiaster. Ik weet zeker dat met het bestuur en alle vrijwilligers dit een groot succes gaat worden. Dit is de start van een mooi nieuw begin. Ja? Ja. Ik vind het ringen. Bij deze. Hoppa. Oh, kijk maar even in de deur. Ja. Dit is van Permanent, dus officieel. Ja, en dan moet je elke keer weer een ander thema natuurlijk verzinnen. En soms kom je zo gaandeweg. Oh, laten we dat doen. Ja. En nu komen we heel erg van toepassing. Dat is wel heel erg. Ja, hè? Ja, want in die vitrine liggen alleen maar. Ja, er liggen wel andere mensen. Ik kom daar heel vaak in voor. Ja. Maar iedereen die iets meer als doorsnee geschaafd heeft, dus die staat hier wel in. Maar allemaal schaamte maar. Ja, die schaamte maar. Ja. Ik vind ze heel goed. Ja, oké, dan moet ik een smederij over. Oké. Zijn zoon, die maakt dus ook dit. Dit. Tweede zoon. En dan zie je eigenlijk het verschil. Dit zijn dus wat vroegere schaatsen. Dat naarmate ze jonger worden, dat die krullen lager worden. Ja, dat zie je ook. Heb je van Kees Broek? Ja, ik ben hier na. Dus. Ja, ja. Nee, we hebben wel. Maar goed, het is smal en ja, hier kan je eigenlijk al heerskanten vasthouden. Nou, straks heb je ook niet anders ook echt daarin komen. Proostiek. Leven met proostiek. We gaan even proosten. Ja? Even proostiek. Gezondheid allemaal. Gezondheid. Ja. En veel bezoekers. Ja? Heel veel succes. Gezondheid. Kobi, gezondheid. Proost. Kobi. Wil. Proost. Ook even bij. Ja, dankjewel.
Voor TVV, hoeveel jaar achter elkaar?